groeien en we gaan bloeien. In dit nieuwe thema waar jij deze maand aan zou kunnen gaan werken, gaan we het hebben over een wedergeboorte. We gaan dus groeien en bloeien, we gaan zaadjes planten voor de toekomst. Maar voordat we die zaadjes gaan planten en er daadwerkelijk een wedergeboorte plaats kan vinden, mag er eerst iets losgelaten worden. Er mag iets afsterven. In dit geval bedoel ik niet dat jouw fysieke lichaam gaat sterven, maar wel bepaalde delen in jou. En als je het hebt over bepaalde delen, dan kan dat bijvoorbeeld een deel zijn wat in angst is. Een deel wat zich jaloers voelt, een deel wat zich eenzaam voelt, een deel wat nog in pijn of in trauma zit. En misschien merk je wel op dat je bepaalde dagelijkse handelingen hebt waar je totaal niet meer blij mee bent, die niet meer bij jou passen. En in dit geval is het misschien dus ook even goed om even samen af te stemmen, wat bedoelen we met een wedergeboorte? En daarmee bedoelen we dat er iets gaat sterven, dus iets wat jij gaat loslaten, dat is een van de dingen die ik net heb opgenoemd. En wanneer je dat loslaat, dan maakt dat automatisch ruimte voor iets nieuws. En dat is altijd iets wat licht of liefde representeert. Dus als jij bijvoorbeeld zwakheid wil loslaten, dan komt daarvoor in de plaats kracht. Wil jij angst loslaten, dan komt daarvoor in de plaats liefde. Zijn wedergeboorte houdt eigenlijk simpelweg in dat jij iets gaat loslaten, dat er iets afsterft en dat daarvoor in de plaats iets nieuws mag gaan ontstaan. En wanneer we in het eerste gedeelte van dit thema gaan werken aan het loslaten, dat gaan we doen met verschillende methoden zoals je gewend bent vanuit de community, dan gaan we in het tweede gedeelte daarna actief aan de slag met oké, ik heb iets losgelaten, iets wat mij niet meer dient. Wat mag daarvoor in de plaats komen? Waar word ik blij van? Waar word ik vrolijk van? Wat geeft mij kracht? Waar gaat mijn hart sneller van kloppen? Dus we focussen deze maand op twee specifieke dingen. En dat is 1, het loslaten, het sterven. En 2, het opbloeien. En opnieuw geboren worden. Ik kijk er onwijs naar uit om tijdens dit thema verder met jou te mogen werken. Dus laten we aan de slag gaan.